Voorzitter, laat ik beginnen met mevrouw Sommer, de overige schaduwrapporteurs, het Hongaars voorzitterschap en de Europese Commissie hartelijk danken voor de bereidheid om tot dit compromis te komen in de tweede lezing. Ik denk dat wij hier voor 500 miljoen consumenten in Europa hele grote stappen hebben gezet naar veel meer duidelijkheid en helderheid over wat er in hun voedsel zit. Ook ben ik blij dat de liberale lijn gehandhaafd is om niet consumenten voor te schrijven wat ze wel en niet moeten gaan eten, maar ze de informatie te geven op grond waarvan de consument zelf kan beslissen wat te eten. Dat zal niet voldoende zijn, dus ook op scholen zal voldoende aandacht moeten worden besteed aan het belang van gezonde voedsel. Gezonde voeding. Voorzitter, laat mij twee elementen nog benadrukken. Eén, dat is de verplichting om plantaardige oliën nu eindelijk ook op het etiket te zetten. Eindelijk kunnen consumenten zien welke oliën er achter dat vage label plantaardige oliën zit, zodat producenten niet meer stiekem bepaalde niet duurzame oliën erin kunnen stoppen. Tweede element, transvetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit compromis uiteindelijk zelfs tot een verbod zouden kunnen komen voor de aanwezigheid van kunstmatige transvetten in voedsel. En dat zou een grote stap vooruit zijn. Tot slot, voorzitter, ik zag de commissaris vanaf zijn iPad zijn verhaal lezen. Laten we in de toekomst kijken of we ook nieuwe technologieën kunnen gebruiken om consumenten te informeren over wat er in het voedsel zit, zodat we niet alleen maar van die papieren etiketjes afhankelijk zijn. Dank u wel.